Zo mensen, je ziet het. Oh, ik zet even het webcampje weg. Ja, het laptopje op schoot mensen. En dan gaan we weer een nieuwe editie opnemen van het Kermisjournaal. En je zou denken, Pet, waar is het Kermisjournaal in godsnaam gebleven? Waarom duurt het zo ontzettend lang dat de Kermisjournaal online komt? Nou ja, goed, je weet natuurlijk wel waar het een beetje aan ligt natuurlijk. Ja, ik moet nog steeds wennen aan het feit, niet aan mijn nieuwe baan, maar wel aan het feit om het Kermisjournaal daarnaast nog te doen. Waardoor ik heel erg achterloop met het nieuws verzamelen. En als dat al achterloop, dan is het moeilijk om een Kermisjournaal te maken. En dat is nou eigenlijk een beetje het ding, dat het gewoon moeilijk is om een Kermisjournaal te maken vanwege tijdgebrek. Vorige keer, in de laatste editie van de Kermisjournaal, hebben we 524 weergaves bereikt. Ook dat speelt natuurlijk mee. Moet allemaal ietsjes hoger. Help daarmee. Deel het op Facebook, op Twitter, op weet ik het waar. Deel het overal, het Kermisjournaal. Want we hebben weer interessant nieuws erbij. Sterker nog, ik denk dat ik nieuws heb wat nog niemand heeft. In deze editie van het Kermisjournaal. Ga ervoor zitten en geniet ervoor van. En we beginnen op de kermis in Praag, want in Praag is een bizar ongeluk gebeurd met de Nederlandse attractie, de Supermaus. Er was een schoor. Je hebt van die schoren heb je onder die steunbalken waar zeg maar de zigzag in gaan. En die is losgeschoten. Een van de wagens, een van de gondels, die reed er tegenaan. Op zich niks aan de hand voor de rest. Hier wordt gesproken over een bizar ongeluk. Nou, zo bizar is het niet. Alleen, ik heb het filmpje ook gezien wat erbij hoort. Je moet je eigen afvragen, wat is hier fout gegaan? En ik heb dat zitten doen. Ik heb zitten denken van, wat zou hier nou fout kunnen gaan? En eigenlijk, als je een beetje technisch aangelegd bent, hoef je niet veel verder te kijken en om te weten wat daar fout is gegaan. Het is of er is iets losgetrild. Nou, dat kan gebeuren. Hè? Of er is iets niet goed bevestigd. Nou, dat lostrillen, dan moet je kijken om dat in het vervolg natuurlijk niet meer te laten plaatsvinden. Dat niet meer gebeurt. Als er iets verkeerd bevestigd is, ja, dan is er iemand verantwoordelijk voor dit ongeluk. En dan moet je eigenlijk wel sterk afvragen van, waar zijn wij mee bezig? Ja goed, dat is een beetje twisten. Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Dat zijn de twee mogelijkheden die gebeurd zijn. Het zou wel erg wezen als het natuurlijk als het zo is dat het verkeerd bevestigd is. Want ja, dat zou natuurlijk gewoon, ja, dat is gewoon toch een beetje vreemd, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is een beetje bedenkelijk voor de Nederlandse attracties. Hoe vaak zijn de Nederlandse attracties er nog als iets niet goed gemonteerd wordt? Maar daar gaan we hiervan niet, daar gaan we hier in dit Kermisjournaal niet van uit. We gaan ervan uit dat er iets losgetrild is. Maar ja, dan nog, hoe kan dat gebeuren? Zit er een borgpin of zo niet in? Want een borgpin kan bijna niet lostrillen. En er kan ook bijna niks gebroken wezen. Ja, zoals ik zag, waarschijnlijk een bevestigingsfout, mensen. Ja, ik kan er niet meer of minder van maken. Dan drie kermisexploitanten zijn veroordeeld tot een voorwaardige gevangenisstraf vanwege een ernstig ongeluk met een attractie. In december 2015 vloog een man uit de rupsbaan Shanghai Express in het Zuid-Franse stad Narbonne. Narbonne, mensen. Lekkere boren. Bonus dat in Zeeuws mensen. Boren, lekkere boren. Uit onderzoek blijkt dat het kermispersoneel het niet zo nauw nam met de veiligheid. Nu is dat in Frankrijk altijd wel een beetje het geval. Dat ze het niet zo nauw nemen met de veiligheid. Daar kijk ik niet zo op veiligheid. Moet ik wel zeggen, ik heb die Shanghai Express, als het dezelfde is, heb ik gezien in Lille. Het is wel een prachtige zaak hoor mensen. Ik zou ook zo instappen. Maar ik weet niet of dat dezelfde is als die hier bedoeld wordt. We blijven in Frankrijk en wel in Nancy. Hey Nancy, wat een vrouwennaam natuurlijk, hè? Dat ken je natuurlijk wel. Bij een noodlottig ongeval met een attractie is een man om het leven gekomen. De 40er was bezig met het opbouw van de Booster Max op de kermis in het Noord-Franse Nancy. Volgens regionale media werd hij verpletterd door een gondel van 55
van de 55 meter hoge attractie. De Booster Max, die afgelopen winter nog een opknappe beurt kreeg, was goedgekeurd door de veiligheidsinstanties. Dat laatste schrijft Loopings, mensen. Wat in godsnaam heeft de veiligheid, de veiligheidsinstanties, de goedkeuring van de veiligheidsinstanties te maken met de veiligheid bij opbouw of afbouw? Helemaal niks. Opbouw of afbouw is gewoon, ja, arbeidsveiligheidsregels. En nee, heeft niks te maken met de veiligheidsregels of veiligheidseisen van de attractie zelf. Dat staat buitenom de attractie. Waarschijnlijk is er niet goed gegaan. En ja, hebben ze iets verkeerd gedaan? Hebben ze of iets niet veilig gedaan? En daardoor is het ongeluk gebeurd. Maar het heeft niks met de attractie zelf te maken, mensen. Ja, het is natuurlijk heel lullig. Ja, dat is ook weer zo makkelijk om te zeggen misschien. Het is heel erg, mensen. Laten we daarop houden. Want als je omkomt omdat je gewoon je werk doet, dat is altijd erg. Dan, mensen, een mooie daad van iemand die wij ook kennen. Tenminste, die hoorde hierbij. Want een groep kermisexploitanten. Hier wordt gesproken over kermisexploitanten. Eigenlijk waren het medewerkers van de kermis. Die hebben een 48-jarige vrouw gered van een verkrachting. De kermismedewerkers zagen in de nacht van dinsdag op woensdag op de kermis in Enschede een vrouw liggen in het park. Toen ze vermoedden dat er iets niet in de haak was, namen ze polshoogte. Nou, heel goed natuurlijk. En zo zegt iemand, ik weet niet wie dat was, een van de twee mannen die zegt dat. We dachten dat ze gewoon de liefde aan het bedrijven waren, vertelde een van de kermismedewerkers aan RTV Oost. Maar vervolgens hoorden we gemoorde kreet. Gesmoorde kreet, mensen, gesmoorde. Toen zijn we gaan kijken en zagen dat het niet goed was. De vijf mannen besloten in te grijpen. Vijf mannen zelfs trouwens nog, mensen. Dat wist ik niet, dat er vijf mannen bij betrokken waren. Bij de reddingsoperatie, laat ik het zo maar zeggen. Daarop renden de daden weg. Twee van mijn vrienden zijn achter hem aangerend. Ik en twee anderen bleven bij het meisje. En hebben meteen de politie gebeld. Volgens de medewerker was de vrouw volledig overstuur. Hij wist in eerste instantie te ontkomen, de man. Maar hij is woensdagavond nog alsnog opgepakt in Oldenzaal. Door een speciaal team van de politie. Het gaat om een 19-jarige man zonder vaste woon- en verblijfsplaats. Mogelijk heeft hij meer slachtoffers gemaakt. Heel erg van die gast natuurlijk. Kijk, als je eigenlijk natuurlijk verplaatst in iemand van 19 jaar, mensen. Het is misschien voor de jonge kijkers een beetje vreemd. Maar als jij dakloos bent, want je hebt geen woon- en verblijfplaats, dus dan ben je dakloos. En je bent 19 jaar, je zit in, ja, toch wel, zeg maar, het heetst van je leven, laat ik het zo zeggen. Dan heb je ook je uitlaatklep nodig als het gaat om je behoeftes. En op een of andere manier kan ik me dan wel voorstellen dat je naar een meisje zou willen grijpen. Maar op deze manier, waarom op deze manier? Goeie actie, ik had het niet gedurfd, denk ik. Maar hele mooie actie. Een van de personen was trouwens Tieme, die je ook kan zien in de vlog van de Efteling. Team, als je kijkt, ik weet niet of als je kijkt, was een goede actie. En we hebben het nog met elkaar over gehad in Enschede toen we elkaar daar zagen. Maar toen wist ik nog niet precies wat er allemaal aan de hand was. Als ik het zo lees, hele mooie actie van die kermismedewerkers. Dan in een dorp in de buurt van Leon is een man van 40 om het leven gekomen toen een karretje van een kermisattractie losschoot. Oei, 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 mensen. Nieuw voor Koevoets en de Vries. Funhouse LAPD. Politieacademie. Ja, voor Nederland en Duitsland zal, denk ik, als ik het zo een beetje kan inschatten, meer voor Duitsland zijn als voor Nederland. Het is een funhouse van 5 etages hoog, 4 transporten, 2 glijbanen en verschillende bewegende poppen. Ook zal er een stormbaan en een waterparcours bij komen. Mensen, gigantisch. Ik hoop hem te zien. Dan een verhaal wat misschien een beetje gevoelig ligt en wat mensen zeggen: Pat, waarom ga je dit naar buiten brengen? Het is een verhaal wat ik uit betrouwbare bronnen gehoord heb. Of het verhaal 100% waar is, weet ik ook niet, maar ik vertrouw mijn bron. Omdat hij wel heel zelfverzekerd overkwam. Op de kermis in Deventer, daar
stond de Street Dance van Van der Wiel. En zoals jullie misschien wel gezien hebben op de Facebookpagina van de Street Dance van Van der Wiel, had de Street Dance van Van der Wiel dit jaar nieuwe gondels. En toen wij dat zagen, wij als groepje vrienden, en toen wij dat zagen toen we op Skype zaten, toen dachten wij van, is dat wel zo verstandig om daar nieuwe gondels op te doen? Even voor de duidelijkheid, het waren nagemaakte husgondels die erop gaan. En voor de mensen die niet weten, meestal zijn die gondels een stukje zwaarder als de gondels die er bij de Street Dance op zaten. Daarom kan je ook zo makkelijk spinnen in de Street Dance, omdat daar lichtere gondels op zaten. Deze gondels zijn een stukje zwaarder en wij waren gelijk al van gedachten van, kunnen de motoren dat wel aan? Zo'n attractie moet ook wel eens gekeurd worden. Street Dance is afgekeurd. Vanwege de gondels, omdat het niet doorbrekend was op de constructie. Wat houdt dat een beetje in? Voor de mensen die een beetje in de bouwrichting zitten of technisch weet ik het ook, die denken dat ze het al een beetje weten, maar wat houdt het in? Dat betekent dat de constructie, dus de kruizen, maar misschien ook de middenbouw, te zwaar belast worden door die nieuwe gondels. Heel verhaal. Je zit er als exploitant mee. Kon je dit voorkomen? Misschien wel door betere inlichtingen te vragen. Dat weet ik natuurlijk niet. Tragisch dat hij stil had moeten staan, maar dit is het verhaal erachter, mensen. De Street Dance stond stil, is afgekeurd met deze gondels. Hij zal aanpassingen moeten doen of zo, denk ik, om de constructie weer tot een geheel te brengen. Dat alles op elkaar staat ingestemd. Op dit moment is er iets los. Excuseer mensen, ik ben nog een beetje ziek. Op dit moment is er iets los, maar ja, wat dat precies is, of dat de middenbouw is, of dat de kruizen zijn, of dat de motoren zijn. Iets is er niet goed doorberekend waardoor de gondels te zwaar zijn voor de constructie. Wij zeiden het al een beetje tegen elkaar van, oei, is dit wel een goede keus? Gondels zien er prachtig uit, niks op aan te merken op één incidentje na. Maar goed, dat ga ik nu niet vertellen. Maar ziet er fantastisch uit. In zijn geheel zag het er fantastisch uit. De rit, moet ik eerlijk bekennen, vond ik niet zo fantastisch, omdat die gondels een andere slag hebben. Een echte husslag. En je kan niet goed variëren met de Street Dance, dus dat vond ik minder. Maar dit is het feit wat er ligt. Heel zonde. Maar ja, het is zo, mensen. Zonde voor Van der Wiel. Als je zit te kijken van de wiel en je denkt van, Pat, jongen, god, wat doe dit nou naar buiten brengen? Ja, ik doe het naar buiten brengen. Veel sterkte van mijn kant, want je kan het ook niks doen. Misschien wel. En dan, mensen, de primeur misschien wel, want ik denk dat niemand het weet. Ik dacht Jeffrey Dauphin. Als ik de verkeerde voornaam heb gezegd, dat kan ook. Maar goed, in ieder geval Dauphin. Die komt met een nieuwe attractie in Nederland. Ik doe het ook uit mijn hoofd. Ik kan zo die computer dichtklappen, maar dat doe ik niet. Want dan, ik wil zo meteen nog monteren natuurlijk gelijk. Maar die komt met een nieuwe attractie. Ja, en je zou denken, wat voor attractie is dat nou? Ik zeg al jaren in Weert, zeg ik, kom ik bij die Monte Vlieger, of hoe heet dat ding? Monte Carlo Vlieger. Je weet wel wat ik bedoel. Dat is die Duitser. Ik zeg al jaren, er moeten Nederlandse exploitanten gaan reizen met zo'n ding. Ik denk dat het goud gaat worden in Nederland. Die Dauphin, die gaat dat doen. Mensen, Dauphin die gaat reizen met zo'nzelfde attractie. Het is dus een hoge ballonmolen, in feite, die gaat naar boven, zeg maar, dan kan je een stuurtje draaien. Leuk voor kinderen, leuk voor de familie. En die gaat daarmee reizen in Nederland, mensen, vanaf dit seizoen. Leuk, ik vind het echt leuk en ik hoop dat hij echt aanslaat in Nederland. Want ik vind dat altijd leuke kinderzaken en dat soort dingen, ja, die missen we echt in Nederland. Een beetje die speciale kinderzaken, die missen we echt wel in Nederland. Leuk, veel succes met de exploitatie als je zit te kijken. En ik hoop op veel centjes in de kassala. En dat was hem dan, het kermisjournaal van nu. Hè? Het nieuws tot nu, zeg maar, heb ik besproken. Tot, wat is het vandaag? Het is vandaag 12 april. En ik dacht, wat nou wel leuk is om in de aankomende weken een aantal kermissen op te noemen die echt de moeite waard zijn, mensen. Waar je van denkt van, dat is de moeite waard. Ik weet dat er mensen zijn die de kermistip missen. Om het kermisjournaal af te sluiten, doen we gewoon even een snel rondje. De kermistip. Even tussendoor, even snel de kermistip. Mensen, Den Haag dit jaar,
zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan. Even kijken, van 13 april tot 29 april, zeker de moeite waard om naartoe te gaan. Dan zie ik hier, even kijken, waar zie ik hem staan? Rotterdam natuurlijk van 21 april tot 6 mei is ook zeer zeker de moeite waard om te doen. Haarlem-Zaandelaan moet ik zeggen. Van 25 april tot 6 mei. Zeer zeker de moeite waard om te doen. Heerenveen dan van 16 mei tot 21 mei. Doetinchem van 17 mei tot 21 mei is ook wel de moeite waard om te doen. Geleen natuurlijk van 25 mei tot 30 mei. En dan ga ik er nog eentje meegeven die ik vergeet. Mensen die de aankomende tijd zeker zou kunnen doen. En dat is van 10 mei tot 21 mei met daar verschillende première van de Showtime. En dat is Purmerend, mensen. Nou, dat was het kermisjournaal van... Ja, en nu... het zal niet meer zo wezen dat er elke maand een kermisjournaal online komt. Er komt gewoon een kermisjournaal als ik tijd heb en er is genoeg nieuws. Komt die online. Ik ga kijken of ik de kermistip stukje, dit wat ik nu gedaan heb, erin kan laten. Maar dat ga ik allemaal bekijken. Mensen, deel deze video. Zorg dat we zoveel mogelijk views hebben. Zodat er volgende keer weer een nieuw kermisjournaal komt. En ik hoop dat ik volgende keer kan maken weer speciaal voor jou. Want ik vind het wel leuk om te doen. En ik vind het leuk om bij te houden. Alleen, het moet wel te doen zijn. En dat is nu nog steeds lastig. En zoals je misschien nu ook al hoort. Ik weet niet of je het hoort. Ik heb ook wat ziekte gehad. Niet ernstig, gewoon griep. Mijn neus verstopt. Oren verstopt. Ik kon geen donder horen. Vreselijk, mensen. Dat begint nou, is nog dicht hoor. Keelpijn, dat is nu bijna over, maar met antibiotica kuur. Hoofdpijn, vreselijk mensen. Ik heb een aantal kermissen dan zoals Enschede en zo. Had ik allemaal moeten doen. Was allemaal te veel eigenlijk. En ja goed, toch dom wezen, toch doen. Ja, je bent een kermisfan mensen. Hopelijk is dat aanstaande zaterdag beter. Ik denk toch dat die later online zou komen in Den Haag. Ik denk dat dit campje dan toch later online gaat komen. Want normaal mag ik die niet naar buiten brengen. Bedankt voor het kijken mensen. En tot de volgende editie. Als je dit leuk vond en je denkt ik wil het vaker zien. De Patrick H. Beste YouTube kanaal op campusgebied. Abonneer dan op dit kanaal. En like deze video nog even. En dan zeg ik tot de volgende video. Doei mensen.